Mijn moeder heeft nu suikerziekte, leidt aan extreme stress. Mijn vader, idem dito, zit nu ook met zelfmoordneigingen. En ik zelf, ja, wat kan ik nog doen? Ik zeg dan wel, het komt allemaal goed. Maar ja, ook ik zit maar af te wachten. Cafetaria De Hezelpoort op het Joris Ivensplein in Nijmegen is inmiddels al een jaar lang gedwongen gesloten. Familie Chen, die de zaak runt, redt het niet meer. Het probleem begon bij een administratieve fout toen de 24-jarige zoon de zaak overnam. Er was een VOF-wissel geweest. Mijn ex-grootbroer ging eruit, ik kwam erin. En vanaf dat moment moet je een nieuwe vergunningaanvraag doen. De exploitatie is gewoon hetzelfde gebleven, maar dan moet je opnieuw alle vergunningen aanvragen. En vanaf dat moment ging het helemaal mis. De ondernemer was 2 dagen te laat bij het aanvragen van vergunningen, waardoor meteen het slot erop ging. De aanvraag werd vervolgens herhaaldelijk afgewezen na lange wachttijden. We hebben nu 7 aanvragen gedaan. We hebben geprobeerd constant mailtjes te versturen, belletjes te doen. Gewoon die communicatie op te leggen. Maar het lukt gewoon niet. Ze luisteren niet, ze werken gewoon niet mee ofzo. Ik weet ook niet waarom. Ja, het enige wat ze zeggen is op de laatste minuut van je mist iets. En dan is het gewoon gelijk al, je hebt geen tijd meer. Of alleen ik krijg het bericht wat de eerste instantie was. En dan is het buiten behandeling gesteld en dan moet je opnieuw gaan doen. En dat kost allemaal heel veel tijd en geld. Dus nu dachten wij, het is een perfect moment, aangezien we toch al dicht moeten, om er iets aan te gaan doen. Dus hebben we het allemaal met jezelf opgeknapt en met de mom van zeggen van het is een verbouwing, zodat ja, wij niet per se een gevoel van schaamte hoeven te hebben. Zodat de klanten een beetje een antwoord kunnen hebben voor waarom zijn we echt nou dicht. Er zijn wat houten platen, nieuwe tegels, plafondplaten, wat nieuwe lampjes, maar meer is er ook niet heel veel gedaan eigenlijk. Maar ja, het lijkt natuurlijk al heel veel en het wordt ook ons kwalijk genomen dat ja, waar komt het geld vandaan? De onderneming wilde hiermee een frisse start maken tijdens de Vierdaagse om de inmiddels opgelopen schulden een beetje af te lossen. Maar vorige maand stuurde de burgemeester voornemen tot weigering, omdat er sinds de sluiting minder overlast is op het plein. De gemeente vreest voor aantasting van openbare orde en van het woon- en leefklimaat, gelet op de ervaringen uit het verleden met dezelfde ondernemers. Daar heb je de tippelzone, je hebt een weedshop en je hebt de ruim prostitutie aan die kant. Waardoor gewoon ontzettend veel lastige mensen komen. En ook gewoon heel veel overlast veroorzaken op het plein, op het op parkeerplaats, in het park. Je hebt daar ook allerlei daklozen rondlopen. We hebben allerlei camera's hier geplaatst, ook die naar buiten richten. Elke keer als zij iets van camerabeelden nodig hebben, de politie dan, we verstrekken die altijd. Daar doen we nooit moeilijk over. We hebben ook van die koplampen neergezet, zodat mensen niet onder ons gevel kunnen zitten. Om zo een beetje die overlast tegen te kunnen gaan. Maar meer kunnen wij ook. Wij kunnen niet zoveel doen naast dat. Wij bellen heel vaak de politie daarvoor. Om te zeggen van, hey, mensen zijn hier overlast aan het veroorzaken. Ze schreeuwen of ze hebben lachgastanks. Dat was er ook een keer. En dan proberen we het op die manier op te lossen. Want ik mag niet eigen rechter spelen. Ik mag niet zelf naar buiten gaan en die mensen wegsturen. Dat is niet mijn taak. Dat is niet mijn plek om zoiets te zeggen. Maar dat wordt wel verwacht. Het wordt ons kwalijk genomen dat wij zo vaak de politie bellen. Terwijl het ons ook wordt geadviseerd. Dus wat moeten wij dan nog doen? Wat kunnen wij nog doen? Het is extreem. Je kan het niet anders zeggen. Het is extreem zwaar. Iedereen lijdt eraan. Mentaal gezien, zelfs fysiek gezien. Mijn moeder heeft nu suikerziekte, leidt aan extreme stress. Mijn vader, idem dito, zit nu ook met zelfmoordneigingen. En ik zelf, wat kan ik nog doen? Ik zeg dan wel, het komt allemaal goed. Maar ja, ook ik zit maar af te wachten. Ik hou me wel sterk. Ik kan wel praten en zo. Maar wat kan ik nog meer doen? Van binnen ga ik kapot. Maar dat wil ik natuurlijk niet iedereen laten zien. En toch blijft de jonge ondernemer volhouden. Hij heeft zijn studie fysiotherapie opgegeven om zijn enige doel na te streven. Dat we morgen open kunnen gaan. Simpel. Wij willen ook gewoon werken. Wij kunnen werken. We zijn klaar om te werken. Wij willen gewoon open. Wij willen gewoon een keer dat er eerlijk wordt gekeken naar ons.